In deze video kijken we naar apps voor Windows om muziek af te spelen en ook je muziekcollectie te beheren. In een andere video keken we naar apps voor de Mac. En voor de Mac heb je een heel aantal apps om muziek te beluisteren, te beheren en ook aan geluidskwaliteit te werken. Dat is natuurlijk ook het geval voor Windows. Een aantal van die apps die zijn voor beide platforms beschikbaar, maar je hebt ook een aantal heel goede apps die enkel op Windows beschikbaar zijn. Maar met welke kan je allemaal aan de slag gaan? Laten we beginnen met de standaard applicatie die aanwezig is in Windows, Windows Media Player. Windows Media Player zit oftewel standaard bij Windows of moet je naar gelang de versie nog apart downloaden. Misschien denk je er niet meteen aan omdat gelinkt is aan Windows en vroeger ook niet echt zo goed was. Maar de laatste versie van Windows Media Player, versie 12, is eigenlijk best wel stabiel. Best wel krachtig en heeft wel wat mooie features. Zoals je ziet wordt je bibliotheek ook wel vrij mooi gepresenteerd en kan je eigenlijk goed door je muziek heen scrollen en alles afspelen. Het speelt ook wel aardig wat formaten af in kluisvlak. Heeft nog altijd wel wat problemen met sommige andere formaten, misschien wat meer obscure zaken. Maar voor de meeste muziekcollecties is het geen probleem. Wat ook leuk is aan Windows Media Player is dat het weliswaar niet echt veel extra functies heeft om geluid te manipuleren, maar dat het wel een aantal andere leuke features heeft. Zo kan je heel gemakkelijk muziek afspelen van bronnen op het netwerk. Dat is ook ondersteuning voor andere zaken dan muziek, ook video. En je kan ook heel gemakkelijk muziek verdelen over het netwerk, omdat het optreedt als een DLNA media server. Dat is toch wel mooi meegenomen. Bovendien heb je wat extra's. Je kan ook cd's branden en je kan ook synken met een mobiel toestel als je muziek wilt overdragen van je bibliotheek naar een mediaspelertje bijvoorbeeld. Nou, het werkt wel, het is gratis, dus waarom niet? Maar echt volmaakt is het zeker niet. En als je dan echt met muziek wilt beginnen en het wilt manipuleren met EQ in en dergelijke, dan ontdek je niet echt heel veel mogelijkheden binnen Windows Media Player. Daarom dat je best ook naar iets anders uitkijkt. En de optie waar veel mensen dan heel snel op uitkomen is FUBAR, FUBAR 2000. Dat je hier ziet met een bepaalde skin. En FUBAR 2000 is een applicatie die, zoals je ziet, ook zaken heel mooi kan voorstellen. Speelt ook nagenoeg elk formaat af, ook high-res formaten, probleemloos. Maar is vooral heel krachtig vanwege zijn plugin-structuur. En dat is typisch iets voor een Windows-applicatie. Je kan de mogelijkheden van FUBAR uitbreiden aan de hand van plugins van FUBAR zelf of van de community die er rondhangt. En dan bied je echt wel heel wat mogelijkheden. Nu, standaard komt het al met heel veel, waardoor je geluid enorm kan manipuleren. Als je hier bij de DSP-manager kijkt, dan heb je al een aantal heel interessante opties. Limiters en crossfeeds bijvoorbeeld voor hoofdtelefoonliefhebbers. Je hebt zaken die je niet altijd zou verwachten. En dankzij die plugins kan je nog veel meer doen. En dan kan je natuurlijk qua skins en ook over het netwerk allerlei zaken toevoegen. Het is best wel een krachtig programma. Dat je niet zou verwachten van iets dat uiteindelijk gratis is. FUBAR biedt heel veel, ook dankzij die plugins. Maar als audiofiel zoek je misschien nog naar net meer. Misschien rond die kamercorrectie of meer gevorderde equalization opties. En dan moet je grijpen naar een andere app. De app die tot voor kort altijd op nummer 1 stond op dat vlak, was natuurlijk JRiver Media Center. Als je kijkt naar JRiver, lijkt het niet echt de meest moderne software. De interface is een beetje rommelig en een beetje oudbollig, maar het is wel heel effectief. Het kan probleemloos heel grote bibliotheken voorstellen. En het is vooral als je naar de instellingen gaat kijken, dat je ontdekt dat het enorm veel mogelijkheden heeft. Als we hier bijvoorbeeld kijken naar gewoon de instellingen die we terugvinden onder audio, dan is het om te beginnen een heel goede ondersteuning voor als je meerdere DAC's hebt aangesloten. Nu, je weet, DAC's onder Windows vraagt sowieso wat meer aandacht, omdat je altijd een DAC vereist onder Windows altijd een extra driver installatie als je high-res wilt afspelen. En dan moet je goed kijken dat je met de juiste driver bezig bent, omdat de direct sound drivers die met Windows worden geleverd, die zijn eigenlijk niet goed. Daar zijn heel wat problemen mee, zeker als je begint met hoogwaardig geluidsweergave. Je moet kijken naar drivers, ASIO of Wasabi drivers.
die zorgen voor een directe connectie met de audio hardware en dus ook de beste kwaliteit. Kijken we onder die opties van JRiver, dan vind je er ongelooflijk veel opties. Gewoon onder DSP Studio zit er zoveel waar je mee kunt spelen. Equalization, ook parametrische. Je kan kamercorrectie doen, convolution. Je kan ook naar hoofdtelefoons toe werken met allerlei crossfeeds, effecten als je daarvan houdt. Hè. Wil je muziek laten spelen alsof in een concerthal? Het kan allemaal. Zelfs een virtual subwoofer. Het heel sterk en je hebt dan ook hier plugins. Zoek je iets dat toch nog net iets toegankelijker is, maar toch ook wel heel krachtig overkomt, dan zit je met HQ Player 3 ook wel heel goed. Nu, het oogt heel somber of heel sober, zoals je ziet, maar is wel heel effectief. En het biedt dan ook weer al een paar extra tools die elders ontbreken, zoals die speaker setup, waarbij je echt zelfs voor een multi-channel setup op speakerniveau ja, allerlei zaken kan aanpassen. De afstanden naar de luisterpositie en ook een geluidsniveau. Dat zijn wel heel krachtige zaken en zeker ook niet het enige. Ook hier heb je een convolution setup die je toelaat om zelfs per speaker met IR-files te werken. Wat ja, behoorlijk mooi is. Het mooie aan HQ Player is dat het goed samenwerkt met Rune. En als je over Rune spreekt, dan heb je het eigenlijk over ja, onze favoriete muziekapp op dit moment. Nu, Rune is veel meer dan gewoon een app om muziek af te spelen of te beheren, maar ja, het is eigenlijk een volledig platform dat zeker sinds versie 1.3 ongelooflijk veel mogelijkheden heeft. Het is ook daarom dat we Rune apart behandelen in een aparte video, zodat we alle mogelijke opties en features kunnen uitleggen. Dit zijn onze favoriete apps voor Windows. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar jouw ervaringen met deze apps of andere. En deel jouw ervaringen dus zeker in de comments. Vind je deze video leuk? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van HiFi.nl.